Birjam ook, neuroloog in het Haagse ziekenhuis. Ik werk hier nu 7 jaar en ik wil jullie vertellen waarom dit echt een geweldige plek is om te gaan werken. Niet alleen als dokter, maar ook als verpleegkundige. Vanuit de neurologie werken wij met een staf van 10 neurologen samen met een groot team van artsassistenten, zowel niet in een opleiding als in een opleiding. We hebben hier een A-opleiding neurologie. Ook de verpleegkundigen hebben een opleidingstraject. En wij bieden een groot palet aan neurologie aan. Met van alles aan pathologie. Alles van acute zorg, de beroertezorg. Waar we straks even langs gaan lopen, langs de spoedeisende hulp, om daar een kijkje te nemen. We zijn nu op een van de CT-kamers op de spoedeisende hulp, waar de patiënt hier wordt binnengebracht door de ambulance. En dit is de opvang die we doen bij mensen die een acute beroerte hebben. Dus een herseninfarct of een hersenbloeding. Dan worden ze hier opgevangen direct op de tafel en gebeurt na een lichamelijk onderzoek en controles en aansluiten van de verpleging gebeurt een CT-scan waarbij we gelijk kunnen zien wat er aan de hand is. Het is heel belangrijk dat we dan gelijk de behandeling al heel snel kunnen instellen. En dit is normaal een hele drukke ruimte met verpleegkundigen. De radiologie is nauw betrokken. Er zijn verpleegkundigen van de spoedeisende hulp, maar ook van de afdeling. Die de continuïteit ook vormen naar boven. Ja, vanaf de afdeling neurologie worden wij bij een trombolysemelding worden wij opgepiept. Dus dan komen we ook naar beneden hier bij de CT-kamer. En dan zien wij de patiënt voor het eerst. En die patiënt die gaat na de CT ook weer met ons mee naar boven. Dus de patiënt die kan eigenlijk altijd terugvallen onder en altijd een vertrouwend gezicht in het hele zorgproces. En tijdens de opvang zorgen wij voor het aansluiten en het bewaken van de monitor. Dus het hartritme en de bloeddruk. En mocht er een behandeling ingezet gaan worden, kunnen wij hier ook samen met de spoedeisende hulpverpleegkundige die medicijnen optrekken. Ook meer chronische aandoeningen, met name ziekte van Parkinson is ook heel belangrijk, waarbij deep brain stimulation, een operatie samen met de neurochirurgen uitvoeren. Een van de weinige centra zijn in Nederland die dat doen. Ook uitstekende samenwerking, maar ook op neuro-oncologisch gebied, wervelkolomchirurgie. Kortom, heel veel verschillende dingen die ons erg bezighoudt en waar de ontwikkelingen ook heel erg plaatsvinden. En die maken wij ook hierdoor. Op de stroke unit hebben wij 6 bedden waar de patiënten na een opvang van trombolyse voor zeker de eerste 24 uur liggen. En hier worden zij zeer goed gemonitord. Wij hebben hierbij een monitorbewaking, dus dat wil zeggen dat we het hartslag, de bloeddruk allemaal goed in de gaten kunnen houden en de ademhaling. En het gebeurt voor de eerste 24 uur. En zeker in de eerste acute fase, dat de patiënt hier in het ziekenhuis komt, is het belangrijk dat ze goed worden gemonitord. Dus hierdoor zijn er altijd 2 verpleegkundigen op de stroke unit aanwezig. Die zorgen dat de patiënten continu gemonitord worden. En dat we een goed overzicht hebben van het proces van de patiënt. Dus wij kunnen de artsen altijd bellen als we vragen hebben of als we willen dat ze de patiënt komen beoordelen.